Hoi, ik ben Jan van Op Adem. Deze ademhalingsoefening helpt je om te kalmeren. Ga als eerst gemakkelijk zitten, ontspannen. Je hoeft niet per se in kleermakers zit. Maar ga zitten zoals jij graag wil zitten. Met je rug recht, je hoofd een klein beetje gebogen. Ontspannen schouders, ontspannen armen. En sluit je ogen als het helpt. Vind even een balans en een gemakkelijke houding. En richt je vervolgens op je adem aan. Je hoeft nog even niets te veranderen. Maar voel gewoon hoe de ademhaling weer naar binnen stroomt en weer naar buiten. Adem dan ongeveer 3 tellen in door je neus en 5 tellen uit door je mond. En daarbij je mond een beetje je lippen te tuiten. Dus 3 tellen in. 5 tellen uit door je mond. En dan even een korte pauze. Weer in door je neus. En uit door je mond. 3 tellen in door je neus. 5 tellen uit door je mond. Probeer dan je ademhaling door je neus naar binnen, naar je buik te leiden. En daarna weer door je mond naar buiten. Ontdek bij je inademing. Voel bij je inademing waar je adem naartoe stroomt. Geef je adem de ruimte in je longen. En als je aandacht even weggewapperd was, heb je telkens opnieuw de kans om je aandacht te richten op je ademhaling. 3 tellen in door je neus. En 5 tellen uit, waarbij je je lippen tuit. Drie tellen in door je neus. Vijf tellen uit door je mond. Kleine pauze en op gevoel weer in door je neus. Probeer bij je inademing de adem op helemaal beneden te brengen in de buik, op
aan de achterkant naar je rug toe. Met iedere uitademing laat je het weer los. Laat het gaan. Als we zo de oefening afsluiten, weet dan dat je altijd terug kan keren naar die levensadem die je is gegeven. Laat er bij God je bron van liefde zijn. Voel de levensadem in je stromen. En weer uit. Kom dan langzaam terug op je eigen tempo. In de ruimte waar je bent.